Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer uit Waalre gaat aangifte doen voor het lekken van vertrouwelijke informatie van het bestuur. Reden daarvoor is de reconstructie van de onderzoeksjournalist van Studio 040, Chris Bakker. Ik heb zelf de mededeling te doen dat ik in deze dag aangifte zal gaan doen van het schenden van de wettelijke geheimhoudingsplicht naar aanleiding van publicaties die zijn verschenen in media, waarbij vrij werd, tenminste dat neem ik aan, ik was er niet bij en het is geheim, maar waarin dingen gezegd worden die uit de vertrouwenscommissie zouden komen en dat kan niet natuurlijk. Nou, wij hebben gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen. Zij willen helaas niet met hun naam genoemd worden. Belangrijk onderdeel van de reconstructie is ook een verklaring die is uitgesproken door wethouder Kruip in de vertrouwenscommissie. Deze verklaring is uitgeschreven en die uitgeschreven versie hebben wij in handen. Mensen die op deze manier hun narcistische persoonlijkheidsstructuur graag leesbaar in de krant willen krijgen, die moeten ervan op aan dat ze dan tegelijkertijd ook een ernstig misdrijf begaan. En dat betekent dus ook dat we daar navenant naar zullen handelen, want narcisme is, behalve dat het inderdaad in dit geval een misdrijf is, leidt tot gedrag wat je kan beschouwen als een misdrijf. Ook een ernstige vorm van psychopathologie. En ook daar kan niemand echt gelukkig mee zijn natuurlijk. Ja, blijkbaar wil de burgemeester niet dat naar buiten komt wat er nou precies is gebeurd. Ik weet niet waarom, want volgens mij is hij er neergezet om juist onderzoek te doen naar wat er precies gebeurd is. Waarom doen ze dan eigenlijk zo geheimzinnig daar? Ja, dat is de belangrijkste vraag. En die vraag die zou ik ook heel graag willen stellen aan burgemeester Jan Boelhouwer. Ook al wil de Boelhouwer graag naar de toekomst kijken en het verleden laten rusten, zit dat er voorlopig nog niet in. Want Waalre is nog lang niet klaar met hem. Nou, ik weet niet of we de onderste steen boven hebben gehaald. Want volgens mij is er nog veel meer naar boven te halen. En ja, wij hebben met deze reconstructie wel enig licht proberen te werpen op wat er precies is gebeurd. Maar ik ben benieuwd of er nog meer duidelijk gaat worden de komende tijd.